Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekt nog bewolking over Nederland, maar dat is vaak sluierbewolking waar de zon in de loop van de ochtend wel doorheen gaat schijnen. En dat gaat op veel plaatsen gebeuren met een temperatuur die oploopt tot iets boven het vriespunt in de vroege ochtend. En laat in de ochtend gaat het weer snel verder omhoog. Om vanmiddag in de dubbele cijfers uit te komen: het wordt 10 of 11 graden in het noorden, en misschien wel 14 in het zuiden van het land. De zon gaat steeds beter schijnen, als eerste in het zuidwesten, en de wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting. Stelt dus weinig voor op deze Valentijnsdag. Vanavond wordt het rond het helder, de temperatuur gaat omlaag. In de nacht kan het een graadje vriezen in het binnenland, en na deze koude nacht wordt het morgen ook weer een zachte dag. In het zuiden, zuidoosten, kan het zelfs boven de 15 graden uitkomen. Ronduit zonnig weer een zwakke tot matige zuidelijke wind. Heel rustig weer. Misschien mogen we het zelfs wel een klein beetje vroeg voorjaarsweer noemen. Zo voelt het in elk geval wel aan buiten en dat doet het ook in het weekeinde. Misschien een keer wat wolkenvelden van zee in de loop van zaterdag, maar verder is de zon die het uh, roer in handen heeft. Met temperaturen van 13 graden, 14 gemiddeld op de zondag. Ook na het weekeinde blijft het voorlopig zacht en droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.